10 gouden tips om de logistiek van je webshop te verbeteren. Ja, en waarom zou je dat eigenlijk doen? We hebben daar één woord centraal in staan. Onderzoek heeft aangetoond, vertrouwen is essentieel voor de online koper. Ja, en dat is vertrouwen op allerlei niveaus. Dat gaat om het webshop assortiment, dat gaat om de prijs-kwaliteit verhouding, dat gaat om de service die je biedt als webshop eigenaar, dat gaat om het betaalproces, maar het gaat zeker ook om de webshop-logistiek. En webshop-logistiek, wat is dat nou eigenlijk? We praten natuurlijk over voorraadbeheer. We praten over fulfillment en praten over inpakprocessen. We hebben het over het bezorgproces. We hebben het over het retourproces. Maar dat niet alleen. We hebben het ook over duidelijke logistieke informatie op je webshop. Duidelijke logistieke informatie voor je klanten. En ook een duidelijke logistieke organisatie. Dat je de logistiek van je webshop gewoon goed georganiseerd is. En ook bijvoorbeeld monitoring van je logistieke performance. Hoe goed doe je het nou eigenlijk? Tip 1, echt een open deur, maar hij is best heel erg belangrijk. Durf te luisteren naar de klant, wat de klant op dat gebied wil. En wat verwacht die online koper nou eigenlijk van webshop logistiek? We halen een onderzoek van een jaar geleden, is even boven water, en dan kijken we naar de bovenste regel en we kijken naar de onderste regel. De online koper die heeft bijvoorbeeld iets gezegd over hoe belangrijk die actuele voorraadinformatie vindt tijdens het bestellen. 90% vindt dat belangrijk tot zeer belangrijk. Onderste regel, dat gaat over haastige klanten. Hoeveel mensen vinden het nou belangrijk dat er binnen 24 uur wordt geleverd? Gemiddeld genomen is dat 41%. Roland komt daar straks nog op terug. Betere webshop logistiek, dat verhoogt je omzet. Dat hebben we in het onderzoek van een jaar geleden duidelijk gekregen. 36% van de online kopers zegt, als die logistiek beter is georganiseerd, betrouwbaarder, dan ga ik meer kopen. En dat is echt een heel interessant getal. Durf dus te luisteren naar de klant. Of, puntje, is het toch even nog niet zo belangrijk, omdat je omzet nog zo ontzettend hard groeit? Of, ja, vind je het misschien eigenlijk wel lastig, omdat de kosten dan misschien toenemen, omdat de complexiteit van je organisatie groter wordt? We geven door de presentatie prima voorbeelden en ook soms wel eens uitdagingen. Nou, wat wij een heel goed voorbeeld vinden, dat is kleertjes.com. Die zijn heel actief op zoek naar de mening van de klant via het gastenboek. En dat staat op hun homepage, tabblad rechtsboven. Nou, dat is gewoon primetime, het tabblad rechtsboven, gastenboek. Daar zie je het staan. Wij kunnen dat ook lezen, wat gasten daarin schrijven. Maar de organisatie leest het ook. Positieve reacties, negatieve reacties. En als die reacties negatief zijn, gaan ze onmiddellijk in de organisatie aan het werk van waarom was die klant niet tevreden. Top. Vertrouwen in je webshop zal toenemen als je durft te luisteren naar de wensen van de online koper. Simon? Oké. Tip 2, die gaat over dat je moet zorgen voor heldere logistieke informatie. We hebben gekeken door een logistieke bril. En daarbij hebben we gekeken naar, oké, is de logistieke info op de homepage te vinden? Wat zijn nou de bezorgkosten en waar vind je die terug? In welke stap van het proces? Hoe snel kan er geleverd worden en hoe snel wordt er geleverd? Een alternatief afleveradres vastleggen, is dat mogelijk? Informatie over retour zenden, is die er? En zo ja, waar vind je die? Is het product wel op voorraad en kun je dat zien? En kun je kiezen voor een afhaalpunt? Keuze uit afleverservices. Op dit moment zien we niet zo heel veel keuzes daarin. Komen we zo meteen nog even op terug. Etcetera. Die logistieke bril, wat zagen we toen? Hele grote verschillen. Dat is natuurlijk logisch. Je hebt webshops met heel veel transacties op een dag. Je hebt kleine webshops, alles wat ertussen zit. Het wil niet altijd zo zeggen dat de grote webshops het altijd beter doen dan de kleinere overigens. Waar vind je nou de detailinformatie over logistiek? Die vind je vaak onder het kopje klantenservice of onder het kopje bestellen en bezorgen of een van beide. Een prima voorbeeld voor Dixons. Vanaf de homepage ben je in één klik naar de logistieke informatie. Kruidvat heeft daar nog een kleine uitdaging te gaan. Daar is geen logistieke informatie te vinden op de homepage. En je moet maar liefst 4 keer klikken om daar iets over terug te vinden. En dat is natuurlijk wel redelijk belangrijk, want iedereen weet,
dat elke klik een risico is voor consumenten dat ze afhaken. Vertrouwen in je webshop die zal toenemen als je logistieke informatie, als je die duidelijk weergeeft op de juiste plek, als je die gemakkelijk bereikbaar maakt. En dan was ik alweer klaar. Alsjeblieft. Geef zo helder mogelijk de voorraadinformatie. Analyse van die 125 webshops heeft ons het volgende geleerd. 50% van de webshops geeft duidelijke voorraadinformatie. Dat vinden we hartstikke positief. 35% doet dat niet. Dus totaal niet. Dat je echt niet weet waar je toe bent. Is het product op voorraad of niet? En 15% zit een beetje tussenin. Bijvoorbeeld met een vermelding, ons gehele assortiment is op voorraad. En dan komt het punt weer dat vertrouwen. Ja, is het nou wel, is het er niet? We zien een groot verschil in het moment, terwijl je het winkelen bent, het moment waarop die voorraadinformatie wordt gegeven. Soms al voordat je op het product doorklikt. Dus gelijk bij het eerste moment dat je het product ziet. Soms nadat je op het product hebt doorgeklikt. Soms ook pas als je, nadat je hebt doorgeklikt, nog eens een keer door moet klikken voor meer info. En dat je dan de voorraadpositie ziet. Natuurlijk willen we op het gebied van voorraadinformatie, hoe eerder we het zien, hoe beter. Wat we ook zien, grote verschillen in hoe concreet wordt aangegeven wat de voorraadsituatie is. Hier bijvoorbeeld iets van een soort Hitachi-apparaat. Daar staat bij op voorraad. Oké, wel fijn, staat erbij. Iets van een soort USB-stick. Nou, dat is al wat concreter. Een voorraad tussen 51 en 60 stuks. Ja, het kan nog beter. Een biotherm. Yes, 2. En als je dat test, dan zie je ook eigenlijk dat het zelfs klopt. Dit komt van drogisterij.net, vinden wij echt een goed voorbeeld. Voorraadinformatie wordt tijdens het bestellen direct real-time bijgewerkt. Vertrouwen in je webshop zal toenemen als je voorraadinformatie zo duidelijk mogelijk is. Be good and tell it. Vroegtijdig zichtbaar en zo real-time mogelijk. De volgende. Haastige klanten, die hebben we natuurlijk ook, klanten die het product snel in huis willen hebben. Geef daarvoor concrete levertijdinfo. Grote verschillen ook hier in de wijze waarop die levertijdinformatie wordt weergegeven en waar die wordt weergegeven. Soms vind je direct op de homepage al informatie daarover. Soms vind je die weer bij klantenservice of bezorginformatie. Soms pas na het kopen van het product, dat is op zich een gemiste kans lijkt me. En nog erger, soms ook gewoon helemaal niet. Wat heeft die analyse ons geleerd? 51% van de webshops heeft ergens informatie staan waaruit blijkt dat ze zeggen binnen 24 uur te kunnen leveren. 49% geeft dan concrete levertijdinformatie. Vandaag voor 8 uur besteld, morgen in huis. Dan moet je natuurlijk morgen wel thuis zijn. 29% geeft geen informatie over levertijd op de homepage. Wel. De vraag is ook, heeft uw webshop wel veel haastige klanten? Nou, onderzoek van vorig jaar er weer even bijgepakt. Wat even heel belangrijk is, is de webshops die witgoed huishoudelijke apparaten verkopen. 51% van de consumenten geeft daarvan aan dat ze het belangrijk vinden om het product snel in huis te hebben. Bij persoonlijke verzorging daarentegen is het maar 27%, dus beduidend minder. Dus ook belangrijk om te kijken, wat verkoop ik en wat wil mijn klant? Prima voorbeeld is Dynabyte. Gelijk op de homepage, deze tekst op werkdagen, voor 10 uur besteld, de volgende ochtend in huis. Een uitdaging voor iets. Ze hebben dus haastige klanten, maar geen levertijdinfo op de homepage. Take it now. Razendsnel bezorging staat er op de homepage. Dat is heel fijn om te weten, alleen niet zo heel erg concreet. Vertrouwen in je webshop zal toenemen als de levertijdinformatie op je homepage zichtbaar is, vooral als je veel haastige klanten hebt en zo concreet mogelijk is. Dus tot wanneer kan ik bestellen om dus inderdaad morgen afgeleverd te kunnen krijgen. Zorg voor de juiste stappen. Van winkelen tot en met betalen. Wij zien eigenlijk dat het online kopen, dat je daar 4 stappen moet doorlopen. Je bent aan het winkelen, je vult het winkelmandje.
Je legt persoonlijke gegevens vast, ook heel belangrijk. Je maakt een logistieke keuze voor een afleveradres en een afleverserviceniveau. En je gaat betalen. Wat zien we op dat gebied? Nou, bijvoorbeeld echt een goed voorbeeld waar dat heel helder wordt doorlopen, is de webshop van Leen Bakker. Je winkelwagenfase, gegevensfase, bezorgoptiefase en betalen. Heel duidelijk. Nog een uitdaging voor Conrad bijvoorbeeld. Je hebt de winkelwagen die je aan het vullen bent. Persoonlijke gegevens ben je aan het vastleggen. Oei, oeps. Geen logistieke stap. Dat is op zich ook niet zo vreemd. Omdat Conrad op dat gebied niks te bieden heeft. Het is één smaak die ze hebben. Er valt niks te kiezen. Klaar. En je gaat betalen. Vertrouwen in je webshop zal toenemen als de stappen in het proces, als die logisch zijn, dus dat winkelen, persoonlijke gegevens, logistiek en pas daarna betalen, en duidelijk zijn en ook duidelijk te volgen zijn voor de online koper. We zijn inmiddels bij tip 6. Dat gaat over het laten vastleggen van meerdere afleveradressen. Wat hebben we daar gezien? 15% biedt geen mogelijkheid voor het opgeven van een alternatief adres. Dat betekent in feite dat het factuuradres altijd afleveradres is. 60% biedt de mogelijkheid voor één alternatief adres om te kiezen. 25% biedt de mogelijkheid om meerdere alternatieve afleveradressen te kiezen. Belangrijk om te weten is dat 10% van uw klanten die wenst dus wel de mogelijkheid voor een alternatief afleveradres. Een prima voorbeeld, bikeshopper.nl. Je hebt een hele duidelijke adresafleverstap. Het is heel eenvoudig om een nieuw adres aan te maken, dan wel een oud adres te verwijderen. Adressen worden bewaard en je kunt er ook heel eenvoudig uit kiezen. Leen Bakker, ze kwamen er zojuist tegen in de positieve zin. Hier hebben we nog een uitdaging als je kijkt naar het feit dat het bezorgadres altijd het factuuradres is. Dus in dat opzicht valt er bij Leen Bakker niks te kiezen. Vertrouwen in je webshop zal toenemen als extra afleveradressen bij de accountgegevens aangemaakt en opgeslagen kunnen worden. En vervolgens in één overzicht bij elkaar gezet worden. Zodat je heel makkelijk uit het gewenste afleveradres voor die zending kunt kiezen. Alsjeblieft. Ja, afhaalpunten. We worden niet gesponsord door Pakje Gemak, DHL Service Points en Kiala, maar het is toch een belangrijk onderwerp. Analyse van de 125 webshops heeft het volgende geleerd en daar schrokken we eigenlijk best van. Ruim 90% van webshops biedt eigenlijk niet het afhalen op een landelijk afhaalpunt aan. Eigenlijk 9% doet dat wel. Het is wel zo dat ongeveer 45% van de webshops op een of andere manier een eigen afhaalpunt aanbiedt. Dat kan de HEMA zijn met heel veel filialen, of dat kan een webshop zijn die 1 of 2 specifieke filialen of afhaalpunten heeft. Onderzoek van een jaar geleden heeft ook weer aangetoond dat tussen 10% en 15% van de online kopers die wil eigenlijk heel erg graag kunnen kiezen voor een afhaalpunt. Omdat bijvoorbeeld zo'n punt heel makkelijk is, bij het dorp of in de stad, of tussen het werk en het woonadres in. We hebben zo eens een aantal voorbeelden op een rij gezet. 123ink.nl, werken met Kiala, je tikt de postcode in, je krijgt een Google Maps kaartje, daar zie je de punten staan en je klikt erop een en dan krijg je de detailinformatie. Dus het ziet er heel goed uit. Ook TNT pak je gemak met internetshop, postcode, kaartje, Google Maps kaartje en ook weer de details. DHL heeft wat dat betreft hetzelfde. Het enige wat daar eigenlijk mist, is het Google Maps kaartje. Maar hier staan in feite de details. We hebben een aantal detailtips op het gebied van afhaalpunten. Bied afhaalpunten aan naast andere afleveradresopties. Dus factuuradres, werkadres enzovoort, maar ook een afhaalpunt. Gebruik Google Maps om het kiezen te vereenvoudigen. Dat is veel makkelijker, dan kun je het makkelijker plaatsen. Iets specifiek over Delivery Match software. Wil je er meer over weten, ga naar onze stand. Delivery Match software maakt het mogelijk om meerdere afhaalpunten van meerdere afhaalpuntenorganisaties tegelijkertijd in één keer aan te bieden. En daar hebben we een voorbeeld van gemaakt. De grote plaats Roosendaal in Noord-Brabant. Laten we toch eens eventjes verder dromen over een paar jaar. En je bent een online koper in Roosendaal en dat je het volgende ziet.
Er zijn daar 2 Kiala-punten. Er zijn 2 DHL Service Points. En er zijn een stuk of 7, 8 TNT afvalpunten, pak je gemak. Nou, je bent online koper in Roosendaal en je maakt gewoon je keuze. Het vertrouwen in de logistiek zal toenemen. Vertrouwen in je webshop zal toenemen als je afvalpunten aanbiedt. Naast andere afleveradresopties, zet alle afleveradresopties in 1 overzicht bij elkaar, zodat de klant eenvoudig kan kiezen. De volgende, ook misschien een open deur, misschien helemaal niet. Overweeg serieus dagtijdvak aflevering aan te bieden. Wat kwam uit ons onderzoek? 21% van de webshops biedt op dit moment een afleverdag. Dus dat betekent dat de consument in een kalendertje kan kiezen voor een specifieke dag. 3% biedt ook nog een dagdeel. Dus dan kun je bijvoorbeeld zeggen, ik wil het graag 's morgens of ik wil het 's middags. En ook 3% biedt een afleverdag en tijdvak. En dat is natuurlijk een specifiek tijdsvenster van een aantal uren waarbinnen jouw pakketje afgeleverd gaat worden. 73% biedt helemaal geen keuze voor het aflevermoment. Dus ook geen dag, ook geen dagdeel, ook geen dagtijdvak. En dit terwijl ook eerder onderzoek heeft uitgewezen dat er een behoorlijk aantal misdrops zijn bij aflevermomenten, dat de consument gewoon niet thuis is. Dus het is op zich wel een vreemd iets dat nog steeds 73% van de webshops daar geen optie voor biedt. Een prima voorbeeld, even voorbij laten komen, Albert.nl. Wat je daar kunt doen, je kiest voor een dag en een tijdvak tijdens het koopproces, dus voordat je betaalt. We betalen doe je namelijk aan de deur. Het tijdvak is meestal 2 uur. De tips voor het aanbieden van dagtijdvakken. Bied het aan naast bestaande afleverservices. Het is echt niet zo dat dagtijdvak of een afhaalpunt of wat dan ook, dat het heilig is. Het gaat om keuzes. Misschien vindt uw consument het wel belangrijk om een specifieke dagtijdvak aan te bieden. En wil je er ook wat extra voor betalen. Let op, laat eerst het afleverdag en tijd kiezen en ga daarna pas naar de kassa. Want dat kan dus iets met de prijs doen, kan allerlei invloeden hebben. Het belangrijke is dat die keuze wordt gemaakt in het aankoopproces en niet achteraf de consument nog een keer lastigvallen met een afsprakenkalendertje waar de consument dan alsnog kan kiezen wanneer hij het wil hebben. Zorg voor 100% betrouwbaarheid. Dus als je dagtijdvak gaat aanbieden, dan moet je wel even letten op de beschikbare capaciteit. De capaciteit van de distributeur, misschien wel van het warehouse, misschien wel van de voorraad. Dus het is wel zo dat je moet dan wel doen wat je belooft. En dat is heel belangrijk. Vertrouwen in je webshop zal toenemen als je dagtijdvak aanbiedt. 15-20% van de online kopers geeft aan meer te willen betalen voor die service. Dat is best veel. Dus er is echt behoefte aan. Overweeg serieus om afleverservice opties aan te bieden. Even kijken, gaat het goed nou? Ja. En afleverservice opties, dat is verschil in afleverservice niveau. Ik kom daar zo meteen nog op terug. Wat wij uit de analyse van de webshop zagen, 95% van de webshop biedt de keuze uit 1 vervoerder en 5% biedt de keuze uit 2 vervoerders. Een voorbeeld vinden wij van een goed begin op dat gebied, bijenkorf.nl. Daar kun je kiezen voor TNT, maar je kunt ook kiezen voor UPS. In ieder geval, als consument heb je daar een keuzemogelijkheid. We hebben daar een aantal tips. Dus geef de consument de keuze. Dat hij niet alle kleuren kan kopen als het maar zwart is. Nee, dat hij ook verschillende keuzes kan maken. Bied dan meerdere afleverservice niveaus aan. Het basisniveau wat we op dit moment hebben. Je kunt niks kiezen en je ziet wel wanneer het komt. En als je niet thuis bent, dan vind je een briefje in de bus of is bij de buren bezorgd. Dagtijdvak, daar hebben we het in feite net over gehad. Maar ook in feite een high premium afleverproduct zou je kunnen zeggen. Express, nu kopen, morgenochtend voor 9 uur in huis. Overweeg om per service niveau om meerdere vervoerders aan te bieden. Dat gaat in feite nog een stapje verder. En bied al die keuzemogelijkheden in 1 overzicht. Nou, dat is in feite ook waar we ons specifiek in onze delivery match software op richten. Dat het mogelijk wordt om meerdere afleverservice aan te bieden op 1 scherm. En zo zie je dan hier zo'n scherm. Waarin basis of standaard aflevermoment onbekend wordt aangeboden.
met een aantal vervoerders. Of je kunt daar kiezen uit dagtijdvak. Of je kunt kiezen uit een expresdienst. En dan kun je een van deze vervoerders in feite kiezen. Vertrouwen in je webshop zal toenemen als je afleverservices aanbiedt. De online koper is vrij om te kiezen. En de koper kan kiezen voor de afleverservice die, waarin hij of zij het meeste vertrouwen heeft. De laatste tip. Communiceer zo duidelijk mogelijk over het retourzenden. Iets kopen en laten afleveren is één. Maar het komt wel eens een keer voor dat de consument het toch retour wil zenden. Bijvoorbeeld bij kleding. Doe het zelf ook. Als ik een overhemdje nodig heb. Ik weet nooit hoeveel kilo's er weer bij zijn gekomen. Dus ze gaan altijd in een paar maatjes. Dus meer dan de helft gaat gewoon terug. Om maar een voorbeeldje te geven. Wat hebben we gezien? Ook hier weer grote verschillen. Verschillen in waar kun je nou die informatie vinden over retourzenden. En hoe werkt het dan, het retourzenden? Wat moet je ervoor doen? En wat zijn de rechten en de plichten als consument? Waar zijn ze vastgelegd en is het duidelijk? Een prima voorbeeld van 1, 2, 3 Inkt. Waar vind je die informatie? Op de homepage, direct verwijzing naar de retourprocedure. Een voorbeeldje van de homepage, onderaan retourgoederen. Crocs, ook een goed voorbeeld. Hoe werkt die retourprocedure en wat zijn je rechten en plichten? Dat hebben zij stap voor stap beschreven in een proces op de website. Vertrouwen in je webshop zal toenemen als retourinformatie gemakkelijk vindbaar is. Stap voor stap de procedure beschreven wordt en heel duidelijk is in de rechten en plichten van de koper. Nou, even een samenvatting, want het was een sneltrein. Wat hebben we allemaal voorbij zien komen? We hebben het gehad over het durven luisteren naar de klant. Heel belangrijk. We hebben het gehad over zorgen voor duidelijke logistieke informatie en ook waar die dan te vinden zou moeten zijn. Tip 3 is, geef zo helder mogelijke voorraadinformatie. Voor haastige klanten, geef concrete levertijdinformatie en ook op de juiste plek. Zorg voor de juiste stappen van winkelen tot en met betalen. Zorg dat daar een stap in zit met logistieke keuzes. Laat meerdere afleveradressen vastleggen. Overweeg serieus afhaalpunten aan te bieden. Overweeg serieus dagtijdvakbelevering aan te bieden. En overweeg serieus afleverservice opties aan te bieden. Zodat de consument kan kijken hoe die het graag afgeleverd zou willen hebben. De laatste, communiceer zo duidelijk mogelijk over retourzenden.